lost a couple of pieces away. I carried it. Ja, wel leuk voor mijn begrafenis of zo, als ik ook nog andere mensen dood wil hebben. Tje, Knoller, Jack. Mijn naam is Milan Knol en in Reageren Op neem ik samen met Don Kijklijn een kijkje naar de video's die jullie insturen op discord.gg/Milan Knol. En even belangrijk, neem ons niet te serieus, oké? Okay? Welkom, Don! Ja, leuk dat ik er mag zijn, man. Lekker, dit is mijn allereerste keer Reageren Op. Ja, ik heb lang gezeurd. Is een tijd geleden. Ja. Maar je bent er weer. En de Knollenmerch rokje. Linkje in de beschrijving. Thanks voor je support, bro. Bro, jullie denken allemaal, ah, Don, je zal wel gratis een hoodie krijgen. Nee, hoor, is gewoon afgerekend. Nou, ben benieuwd. Allereerst video. Zo krijg je gratis McDonald's lifehack. Oh, zin in McDonald's. Wauw, dit is ons echt nog nooit gebeurd. Dit is inderdaad nog nooit gebeurd. We zijn nog nooit gerickrolled. En jij, ik hoop dat jij aanbijen krijgt. Echt zo. Tyfus, joh. Wie is het? Tim22222. Bro. Gelijk een ban. Hoppakee, verbannen. Verbannen. Dag. Met je stomme rickroll. Op tyfe. Ik kan niet geloven dat dit zojuist gebeurd is ook. Moet je voorbij komen ervan. Ja. Vandaag wordt de video gesponsord door Juice Energy. Juice Energy heeft mij een krat opgestuurd en ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Ik heb zelf nog niet eens gekeken, maar damn! Je zal je misschien afvragen, wat is Juice Energy? Nou, Juice Energy, het is heel simpel. Misschien heb je het al zien staan op de hoek van de video elke keer. Als ik de camera een beetje draai, kijk nou. Dit is de afgelopen 2 maanden mijn favoriete, en dat is zonder grap, favoriete energiedrankje geworden. Jullie kennen allemaal die energiedrankjes die in blikjes komen, maar dit is een energiedrankje gemaakt van poeder. Nou heb je verschillende smaken. Peach mango, tropical pineapple citrus en citrus grape. En je hebt natuurlijk de juice shaker erbij. Wat je kan doen is je kan in deze beker water doen, poeder doen en bam, je hebt je energy. Het is naar mijn ervaring gezonder dan een normaal energiedrankje. Omdat er namelijk geen suiker in zit. En als jij je energiedrankje neemt, heb je vaak een boost. En daarna heb je een enorme dip. En dan wil je gaan slapen. Met dit spul heb je dat niet. Constante boost. En niet alleen dat, het is veel en veel goedkoper dan je normale energiedrankje in een blikje. Ik ga het even demonstreren. Je hebt namelijk maar 1 scoop nodig voor 750 milliliter aan energiedrank. 1 scoop. En ik vind het lekker om met melk te mixen. Dus ik ga even melk pakken. Boom. Verse melk. Tenminste, ik vind vers halfvolle melk het lekkerst. Doe het er gewoon in. Heel simpel. Kijk hoeveel erin gaat. Kijk eens even hoeveel. Nou, dit is nog niet normaal. Kijk nou even. Hoppakee. Nou, deze er even op. Je zou denken van, hé, dit is een shaker. Net zoals je die nodig hebt voor je pre-workout, maar dat is het niet. Nee, het is een energy drankje. Het is dus echt om langer te gamen. Ja, je kan het gebruiken als pre-workout, maar daar is het niet voor bedoeld. Daar heb je de fitnesspoeder dingen voor, maar dit is geen fitnesspoeder. Dus ik ga even schudden. Hoppakee. En tadaa, je hebt Juice Energy in de smaak citrus. Wil je dit ook even proberen? Dan kan met 30% korting via de code Milan of de link in de beschrijving. En mocht dit nou een gigantisch succes zijn, dan krijg ik mijn eigen shakebeker en mijn eigen smaak. En ik wil eigenlijk samen met jou thuis een smaak maken. Dus laat alvast een smaak weten in de reacties. En mochten jullie dit massaal halen, dan komt dit misschien wel tot werkelijkheid. Oprecht, het werkt echt heel goed. Oké. Okay. Verder gaan met de video. Emilio vlogt, Arcade, Duncan, Laurens, Emilio. Yo, dames en heren, ontzettend tof dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Oftewel, de muziekvideo die jullie al een lange tijd zullen verwachten van mij. Want ja, vorig jaar had ik ook een muziekvideo gemaakt van drama, maar dan van Wallstar natuurlijk. Maar vandaag gaan we dus het liedje van Arcade playbacken. En deze video is nog niet copyrighted. Dat komt omdat ik een filmpje heb opgezocht. Waarbij je geen claim kan krijgen. Dus alle rechten zouden er mee te staan. En als het niet zo is, ja. Dan ga ik uiteraard weer verder kijken voor liedjes die niet copyrighted zijn. Okay. Dus, deze video heeft dus geen intro. Dus ja, geniet alvast van de muziekvideo. Oké, Arcade Duken, Laurens. Van Songfestival. Oh, echt? Ja, die heeft Songfestival gewonnen. Is er geen Duken? A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces away. I carried it. Ja, wel leuk voor mijn begrafenis of zo, als ik ook nog andere mensen dood wil hebben.
Maar verder is het, dit is toch helemaal kut. Waarom neem je jezelf zo op? Wat de hel? Hij heeft nog een 18 duimpjes omhoog ook. Wauw, dit is beter dan Duncan zelf. Ik voel hem. Ik voel hem wel. Wat goed, jongen. Emilio vlogt. Nou, sorry, maar het is zo vals en lelijk. I'm afraid of I am. Ik wacht tot die uithaal. Oh, komt er komt nog een uithaal. Ja, ik ken het hele nummer niet. My mind just lingers for at last. Ja, dat zal wel komen. Sighs re-running inside my hands. Please carry me, carry me, carry me home. Okay. I spin down the love I have. Always a losing game. Het wordt ook steeds kutter. Ik versta het ook gewoon bijna niet. The losing game. Dat uithaal? Ja, dat zou het soort van... Nou, Emilio, fuck man. Picknicken, voetballen, Erik zijn schoenen kapot vlog 3. Stel je bent schit zo je vlog. Stel dus wij, hè, wij kennen hun niet. En we klikken een vlog aan en dit is hoe je begint. Ik ben helemaal verbaasd hoor. Maar dit zijn waarschijnlijk twee mensen die al zo lang in een relatie zitten dat ze iets moeten... Ik weet dat veel mensen thuis dit herkennen. Mensen die wat ouder zijn of al lang verkering hebben. Op een gegeven moment kom je op een level met elkaar. Dat je bepaalde soort stemmetjes voor elkaar hebt, weet je wel. Jij hebt ook wel een lange relatie gehad. En op een gegeven moment ga je boep boep. Weet je wel? En als je vrienden dat zouden weten, ontvrienden ze je direct. Ja. Gaat je patatje, breng me even een drankie. Oh, weet je wel? Ja. Die shit, ja, weet je wel? Ja. Dat hebben hun nu ook, maar het enige verschil met hun is dat hun het online gooien. Oh, ja. Ja, dat is ook gewoon een intro. Dit is hun intro. Oké, gek genoeg gedaan. Oh, wat zijn ze lekker gek. Maar zijn ze lekker gek. Oeh, lekker gek. We hebben een lekker gek stel gevonden. Oeh, wat zijn ze gek. Oeh, lekker op het randje. Oeh, wat gek. Oeh. Oh, wat is hij gek. Ik heb helemaal hoofdpijn. Oh. Familie. Speaker. We gaan lekker picknicken met de kindjes. Voetballen. Water in. Ze kijken allebei naar het schermpje. Ja, dat vind ik echt wel stom. Stop daarmee. Maar de vorige keer dat ik een familievlog heb gemaakt, werd ik op de Dutch YouTube-kanaal geconfronteerd door de hele familie. Dus ik heb daar niet zo zin meer in eigenlijk. Dat is toch top. Alles wat ik zeg is een grap. Ja, maar bro. Mensen, ik heb echt vaak dat ik dingen over mensen zeg. Alles wat ik in deze serie zeg is niet serieus. En dan komen ze in meteen, waarom zei je dat over mij? Bro, I was kidding. Like, ja, het was een grap. Het was allemaal een joke. Yeah. Laat me met rust. Ja, yeah. Vlog you, viral. Ja. Ik ben op ziekenbezoek bij mijn moeder omdat ik hoorde dat zij viraal is gegaan. Maar gelukkig is ze gewoon op de been en staat hier in de keuken zelfs klaar voor een nieuwe vlog. Ja, dit gaat gewoon alweer sick worden hoor. Zijn ze nou dat het sick gaat worden? Dit ben ik echt later met mijn mams, man. Mam, als je kijkt, bereid je vast even voor. Ja, dit is toch wat leuk? Ja, dit wat vind vet. Ik wel leuk. Ja, wat vet. Want mijn moeder weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je onder alle omstandigheden gewoon doorvlogt. En dan nog wel met het risico opnieuw viraal te gaan. Ja, nog een keer viral gaan, dat zou natuurlijk gruwelijk zijn. Ja, en mijn moeder toont hiermee aan dat zij een echte doorvlogger is. En dat is niet misselijk. Ja? Gaat echt wel goed met je? Ja? Leuk. Leuk filmpje. Ja, ik vind niet het... Niet te lang, niet te kort. Ja, ik vind het leuk. Ik wil het meer zien. Vlog you. 2 jaar geleden, storm. Ja, ik sta hier in Amsterdam. Vlakbij het Centraal Station. En het stormt zo in Nederland dat er geen enkele trein rijdt. En ik snap dat wel. Moet je kijken, man. Ah, ik zal even iets meer schudden. En mijn haar moet ook meer. Hij doet me echt akelig veel denken aan mijn eigen vader, man. Het is echt frustrerend. Ja? Ja, die maakt ook zulke shit. En dan gaat hij dat naar me toe sturen. Van ja, kijk even. Dit is geniaal. Dit is echt heel goed. Broertje van Enzo Knol heeft mijn video verwijderd. Wie heb jij lopen strijken dan? Een paar dagen geleden was ik aan het kijken naar mijn favoriete YouTuber. Wat is mag ik jouw beste video zien? Wat jij zelf echt het meest trots op bent? Dat is toevallig mijn clip. Die volgers behalen is mijn missie niet. Die weten niet hoe ik het zie. Die weten niet. Ja, Willy vond het helemaal kut. Ja, dat is helemaal kut, man. Ik vind het niet leuk, man. Waarom doe je dit? Omdat ik het leuk vind. En op een gegeven moment was ik iets terug aan het bekijken van het verleden. En toen besefte ik dat broertje van Enzo Knol mijn video heeft verwijderd. En dat is geen grap, dat is realiteit.
Oké, dus hij zegt dat ik een video van hem heb verwijderd. Maar wie is dit dan? Dit is Unagis. Dat is een Belgische YouTuber. Op zich een goede YouTuber. Ja. Er zijn andere Belgische YouTubers die beter zijn. Ik ken er gelijk al één. Er zijn er toch ook echt maar drie of zo? Nee, dat is maar net zeggen. Er zijn er maar vijf of zo in België. Maar toch. Het is een hele goede guy. Dus ik ben echt benieuwd wat de fuck ik heb gedaan. Want ik heb geen idee. Nou. Ik heb echt geen idee. Had me, weet ik veel, gedm'd of zo. Nee, ik kijk toch niet. Nee, klopt. Want een paar jaar geleden deed deze guy een serie dat goedgekeurd noemde. En voor de mensen die zich afvragen wat de f*** dat eigenlijk is. Mensen konden video's insturen en die video kon afgekeurd of goedgekeurd worden. Ja. En hij werd goedgekeurd toen. Kijk. Spit hier. Laten we deze maar afkeuren gewoon. En als hij goedgekeurd was, werd hij gewoon geüpload op zijn kanaal. Dus het kanaal van Milan Knol dat vroeger dagelijks AD noemde. En een paar jaar geleden heb ik een video ingestuurd en die was goedgekeurd. En die was gewoon geüpload op zijn kanaal, net zoals alle andere goedgekeurd video's. Maar nu ik terug gaan kijken ben naar zijn kanaal, heb ik die video niet meer teruggevonden. Dat betekent waarschijnlijk dat die video verwijderd is. Oh mijn god, hij is van het clickbaiten. Oh, hij heeft ons kut, Belg! Oh my god, Unagis, luister. Hoe spreek je het eigenlijk uit? Unagis, Unagis? Unagis of zo, denk ik. Volgens mij is het Unagis. Unatriest. Unatriest. Dit gaat hij ook weer gebruiken, ja, dat weet je. Je weet dat hij dit ook weer gaat gebruiken. Weet je, Unagis, als je weer kijkt... hij gaat weer klikweten. Hij gaat nu weer zeggen van... Ja. Milan Knol. Milan Knol en Don, John Kaaklijn, dissen mij. Zelfs een piemel. Nou. Ja. Oh, kut. Dit is belangrijk. Moet ik hem even alleen doen? Ja, moet hem even afsluiten. Even doe maar even alleen. Ja. Neem een abonnement. Neem een like. Deel het met je vrienden. Stuur even naar je vrienden en zeg... Oh, Don Kaaklijn is er weer. Niet weer een van die 100 gasten die fucking Knol de hele dag uitnodigt. Hier zie je een nieuw video en hier een nieuw video. En mijn kanaal staat in de beschrijving. Nou, love you guys. Ik kan dit echt niet alleen. Ik heb Knol wel nodig eigenlijk, merk ik nu.